Hey, hallo en welkom bij de demonstratie over het verwijderen van je LinkedIn-account. In deze demonstratie zal ik laten zien hoe je je LinkedIn-account kan sluiten. Het kan zijn dat je om wat voor reden dan ook je LinkedIn-account wil verwijderen of sluiten. En dat is meestal niet erg duidelijk hoe je dat moet doen. Dus in deze filmpje zal ik dat demonstreren. Daarvoor gaan we naar de website van LinkedIn. www.linkedin.nl. En dan moeten we inloggen. Zorg ervoor dat je ingelogd bent. info@co.nl. Je wachtwoord invoeren. Oké, dan ben je ingelogd. Ik heb even een testaccount aangemaakt. Dit is een testaccount. Hier zou dan je eigen naam moeten staan. Bij mij staat er even Javigo, maar hier zou je voornaam en je achternaam moeten staan. Daar ga je op staan. En dan zeg je settings. Dan klikken we op settings. Vervolgens gaan we naar account. Hier links account. En dan kiezen we hiervoor close your account. En dan moeten we een reden opgeven. Ik heb meerdere accounts. Maakt niet uit. Gewoon een reden opgeven. Continue. Nou, dan moet je even bevestigen dat dit allemaal klopt. Ja, dat klopt allemaal. Verify account. En dan zeggen we close account. En dan is je LinkedIn account verwijderd. Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen of is iets niet duidelijk, laat een reactie achter of stuur een mailtje naar info@javico.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.